Hallo. Ah, rust. En ja, nou ja, jullie komen zo rustig aan. We vanaf de achteraan komen, daar ja. De camera. Ja, precies, dat klopt, ja. Wij zijn Michel en Daisy. We hebben een eiland vlakbij Amsterdam. We kochten het eiland ruim 4 jaar geleden, met als doel om er af en toe te relaxen in de weekenden en met vrienden. We konden het ons toen niet voorstellen dat we nu ons geld verdienen met het delen van het eiland. 3 jaar geleden gaven we ons goed betaalde banen op met het idee om het eiland te delen met zoveel mogelijk mensen die er net als wij gelukkig van worden. We delen het eiland met reizigers vanuit de hele wereld. Zij verblijven in een van onze unieke woningen. We delen het eiland ook met bedrijven voor een unieke out-of-the-box vergaderlocatie. En tot slot delen we het eiland met mensen die bij ons training of coaching volgen, gericht op het creëren van een succesmindset. Recent zijn we begonnen met het maken van video's, zodat we ons plekje met nog meer mensen kunnen delen. Vind je het leuk om ons op deze manier te volgen? Abonneer je dan gratis op ons YouTube-kanaal. En wil je ons steunen? Dan kun je onderdeel worden van onze Inner Circle op patreon.com/happyisland. Ik zei tegen hem, kom maar zo'n ketting zo gewoon. Oh ja! Sexy opsteken! En dan geef ik de slippertjes van Adidas. Dat moet er midden met een nep. Oh ja, met de sokken en een jogging. En dat moet er aantrekken en een nepje. Ja, dat zou ik gewoon wel doen, maar ik weet niet hoe het uiteindelijk gaat. We hadden weer een geluksweekend voor vriendinnen op Happy Island. Elke is 40 jaar geworden en haar vriendinnen gaven dit weekend als cadeau. Na een boottocht door het gebied en een heerlijke lunch was het tijd voor nog meer ontspanning met yoga. Wat ga je vandaag doen, Anne? Ik ga vandaag shaken om te beginnen. Ja. En daarna yin poses en een lange meditatie. Ik heb een lekker naar jezelf toe te komen. Ja, en wij hebben samen blijven bij de mama. Ja, onze eerste relaties. Ja. Waren zeg maar weer de vriendjes. Oh ja. Dus dat was een grote vriendengroep eigenlijk. Ja, zo ging het eigenlijk. Jongens gingen allemaal ons als vriendin en wij gaan vriendinnen. Ja. We hebben jongens gedumpt. We hebben jongens gedumpt. En toen kregen jullie allemaal relaties met elkaar. Ja. Dat wordt allemaal wel leuk. Dit is echt angstig. Portobello met geitenkaas en honing van Miel. Oh, honing van Miel. Kijk eens. En walnootjes. En walnootjes. Wat ben jij nou aan het doen? Ik ben mijn yogamatje aan het schoonmaken. Gisteren bootcamp gehad met Suus in de stromende regen en in de modder. En ja, dat matje is gewoon echt heel groot geworden. Wij ook, maar wij hebben ons natuurlijk lekker gedoucht. Maar ja, ik dacht, hoe krijg ik dat nog schoon voor de volgende les? Dus ik dacht, ik maak het schoon. En wordt dat ook schoon zo? Nee. Misschien moet je gewoon onder de douche hangen. Ja, ik weet niet of die ooit nog schoon wordt. Nieuwe kopen? Hij wordt toch altijd weer opnieuw vies. Nee. En was het lekker, de bootcamp? Wel heel lekker, ja. Continu regen, hè? Oh. 1,5 uur lang. Ja. Goh. Maar we waren stoere meiden. Ja, ik heb respect voor jullie.
Nou, dan hou ik er maar mee op. Oké. Nou, we zitten dus volop in de herfst en dat zie je aan al die leuke blaadjes in het bos, maar ook hier op Happy Island in de tuin. Er zijn natuurlijk ontzettend veel bomen. Ze hebben wel nog best veel blaadjes en ook nog wel groen, maar ze beginnen leuk allemaal te verkleuren en ook een beetje te vallen. Het perenboompje, die peertjes, die zijn allemaal opgegeten door insecten. En we willen natuurlijk dat de mensen die wat nu komen, dat die dan ook zien hoe het er nu uitziet. En niet dat ze alleen maar zien hoe het eruit ziet met zon. En of met zon in de zomer. Dan gaan we onze media gaan we aanpassen naar fotootjes van nu. Ja, dan gaan we foto's maken. Ja, doei. Laat hoor. Ik heb mijn haren zo raar. Vandaag heb ik voor het eerst een 1-op-1 coachingsgesprek online met iemand. En dat is echt voor de eerste keer dat ik dat doe. Het heeft niet mijn voorkeur, tenminste zo denk ik er nu over. Misschien is het straks wel heel anders als ik het eenmaal gedaan heb en wil ik nooit meer anders. Maar het lijkt mij toch fijner om iemand echt face-to-face hier aan de tafel te zien. Maar goed, dat gaat in dit geval niet. Het is iemand die heeft een... om een DISC-profiel gevraagd en een toelichting daarop. Dus die persoon die heeft het DISC-vragenlijst ingevuld online. Dus ik heb het rapport hier voor me en ik ga dat toelichten. En ik ga een uitleg geven over wat het DISC-model nou precies inhoudt en waar het dus bij deze persoon over gaat. Dus hoe het gedrag, de gedragsstijl en de communicatiestijl van die persoon in elkaar steekt. Maar ook hoe je die van een ander kan herkennen, zodat je jouw eigen gedrag daarop aan kan passen. Zodat de kans groter is dat jij gedaan krijgt wat je wil. Dus dat ga ik zo doen. Ik ben heel benieuwd en ik laat het je weten. Nou, dat was heel erg leuk om te doen. Wat een bijzondere manier om een coachgesprek te doen. Het is natuurlijk heel efficiënt. En ik vond het eigenlijk heel leuk dat ik in mijn natuurlijke omgeving zit in deze woonkamer. En degene met wie ik sprak ook, die zat in de keuken. En dat geeft ook iets heel intiems. Dat past ook wel heel erg bij onze stijl van coachen en trainen. Dat intiem en warm is. En dat krijg je natuurlijk als je gewoon in jouw natuurlijke omgeving zit. Dus dat is echt leuk om te doen. Ik ben aangenaam verrast. Ik ging iets presenteren aan de hand van een paar slides. En dan deel ik mijn scherm. En dan zie ik die andere persoon helemaal niet meer. En dan wordt het wel lastig. Dan wordt dat scherm ineens een barrière. Want dan zit je tegen je eigen scherm te praten. En dan mis je het contact. Ja, dit kan dus op deze manier vaker. Het is een hele mooie manier om vooral de 1-op-1 gesprekken zo te doen. Onze kracht is natuurlijk het eiland. Dat is elkaar ontmoeten. Dat is echt contact met elkaar hebben. En alles wat niet gezegd wordt, is net zo belangrijk als alles wat wel gezegd wordt. En dat is zo via de computer. Krijgt dat toch echt een andere dimensie, want daar ligt de nadruk op wat gezegd wordt. En alles wat niet gezegd wordt, dat is veel lastiger waar te nemen. Ja, dus ik ben uiteindelijk wel heel erg blij dat wij niet gedwongen zijn om alles op deze manier te doen. Dat een groot deel van ons werk, een groot deel van onze trainingen, toch gewoon hier nog op het eiland kan. Zolang we de groepsgrootte maar in de gaten houden, maximaal 30 mensen zijn toegestaan op dit moment. Dat kan hier bij ons niet, want dan kunnen we geen 1,5 meter afstand houden. Maar 7, 8, maximaal 10 mensen, dan kunnen we nog steeds 1,5 meter afstand houden. En dat zorgt ervoor dat we gelukkig ons werk nog gewoon hier op het eiland uit kunnen voeren. En dat we dat kunnen combineren
met af en toe een gesprek online. Dat is echt wel fantastisch. Dus wij zijn nog steeds blij en we gaan door. Ik ben onderweg naar Annemijn. Annemijn is holistisch ademcoach. En zij gaat mij leren hoe dat moet. Ik ben echt ontzettend benieuwd. Het zou ook een heel leuk onderwerp kunnen zijn bij het Vriendinnengeluksweekend. Dus ik laat me verrassen. Daar is ze dan, Annemijn. Yes. Hallo. Hi. Onze ademcoach. Wat ga je allemaal met me doen? We gaan de verbonden ademhaling doen, ja? Zodat je kan ervaren wat dat voor krachtig iets is voor je lichaam. Hey, en wat vond je van de ademsessie? Ja, ik weet niet of je daarmee ziet, maar ik ben super ontspannen. Ik ben uber chill. Ik raakte op een gegeven moment bij echt zo'n hele diepe inademing. Op een gegeven moment dat ik voelde dat ik ging tintelen. Ja, ik vond het echt heel erg fijn. En vooral ook dat je me daarna helemaal ontspannen laat liggen. Dat toen ja, voelde je echt dat lijf helemaal in een diepe rust komen. Dus wow. Ik gun dit iedereen in ieder geval. Nou, gaaf. Wil je er binnenkort ook even uit met je lief of met vrienden? Kom dan naar Happy Island voor een onvergetelijke belevenis. En wil je het echt bijzonder? Dan regelen wij een privékok en een muzikaal optreden. Dank voor het kijken. We hopen dat je er net als wij weer blij en gelukkig van wordt. Geef dan een duimpje omhoog en abonneer je op ons YouTube-kanaal. Tot volgende week! Thank you.